Hey, welkom bij een nieuwe video. Op 12 juli 1962 werd het allereerste live televisiesignaal uitgezonden. Sindsdien zijn er een hoop momenten gefilmd die er niet uitgeknipt konden worden, omdat het live was. Vandaag heb ik een lijstje bij elkaar gezet met 15 momenten die je gewoon moet zien. Ben jij nieuw op dit kanaal? Zorg ervoor dat je even abonneert met het belletje aan. En voordat we beginnen, doe ook even een duimpje omhoog. Nummer 15. In september van 2019 werd er een Facebook-event opgezet dat Storm Area 51 werd genoemd. Het was de bedoeling dat iedereen het gebied binnenstormde om uiteindelijk de aliens te zien die zich daar schuil zouden houden. Alhoewel het een grote hype was, gingen de mensen niet verder dan de waarschuwingsborden. Een van de memes die rondgingen op het internet was dat iedereen het gebied zou bestormen door de Naruto-run te doen. Dit is een bepaalde manier van rennen die de Japanse anime-karakter Naruto populair heeft gemaakt. Wanneer het ABC News een live reportage gaf in de buurt van het Area 51 gebied zien we opeens iemand voorbij rennen die de Naruto run doet. Dit moment ging viral op het internet en iedereen had het erover. Nummer 14. In de volgende video zien we een Fox 5 nieuwsverslaggever die rondvraagt wat het beste vuurwerk is wat je kunt kopen. Op 4 juli is het namelijk Independence Day in Amerika, een feestdag die wordt gevierd door middel van lekker eten en vuurwerk. Wanneer de verslaggever aan een jongetje vraagt welk vuurwerk het beste is, krijgt hij dit antwoord. What's the best kind of firework to buy? Wouldn't you like to know, weather boy? Where are your parents? Kids sketchy. Back to you guys. Het ziet er naar uit dat de weerman de opmerking niet zo leuk vond. Maar het internet vond het moment geweldig, want de video ging viral met miljoenen weergaven op alle social media. Nummer 13. Tijdens een grote storm in december van 2012 waren de straten in de Amerikaanse stad Atlantic City overspoeld met water. Omdat de stad gelegen ligt aan de Atlantische Oceaan is er een grotere kans dat het oceaanwater inland stroomt. Wanneer er live verslag wordt gegeven door het nieuwsnetwerk HLN zien we in de achtergrond 3 mannen die in een korte broek aan het dansen zijn. Alhoewel het een erg vervelend moment is dat alles onder water staat, proberen deze mannen positief te blijven door een beetje humor te laten zien. Nummer 12. Tijdens een live interview met Mark Zuckerberg, de oprichter en CEO van Facebook, wordt hem een vraag gesteld waarna hij een erg vreemd antwoord geeft. Hij verspreekt zich namelijk en zegt dat hij ooit een mens was geweest. But it is gonna bother you because you're human and I was human. I am human still. Hij kan zich natuurlijk verspreken, maar het vreemde aan dit gebeuren is dat hij duidelijk probeert te maken dat hij wel gewoon een mens is. But I was just referring to myself in the past. Not that I was not human. Dat hij dat duidelijk probeert te maken, maakt het naar mijn mening dus wel erg vreemd. Er zijn een hoop complottheoristen die geloven dat Mark dus een lizardpersoon is, of zelfs een robot. Nummer 11. In de volgende video zien we een vrouwelijke presentator die voor een Poolse motocross race een interview houdt met een van de deelnemers. Wanneer ze aan hem vraagt hoe de race was, reageert hij met dat het goed ging, maar dat hij er vandoor moet. Zoals je zag reed hij weg en kwam er een hoop modder over haar heen. Nu weet ik niet in hoeverre deze video echt is, maar het is alsnog wel erg grappig. Nummer 10. In deze video zien we een live nieuwsinterview uit Griekenland. Ik kan helaas niet verstaan waar ze het over hebben, maar daar gaat het in deze instantie ook niet om. Want als je goed kijkt komt er links een man aangelopen die een aantal dingen te zeggen heeft. Luister maar even. Ο Θανάσης δεν ξυπνά ούτε πρόκειται να ξυπνήσει. Οι Έλληνες κοιμούνται με τα παπούσια στο κρεβάτι. Het is onduidelijk waarom de oudere man dierengeluiden maakte, maar het is behoorlijk grappig. En daarna gaat het interview gewoon weer verder alsof er niks was gebeurd. Nummer 9. In mei van 2017 gebeurde er iets heel vreemds tijdens een weervoorspelling op live televisie in Vancouver, Canada. Uit het niets komt Darth Vader en een aantal stormtroopers tevoorschijn die je waarschijnlijk wel kent van de Star Wars films. Darth Vader laat de weerman weten dat hij verkeerde weersvoorspelling heeft gegeven en hij wordt meegenomen door de stormtroopers. Daarna besluit Darth Vader zelf het weer te vertellen. You have been giving false weather reports. Really? False? Yes. Take him away. Nummer 8. Op oudejaarsavond van 2019 liep Paus Franciscus langs het publiek met mensen op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Hij was de menigte aan het begroeten toen er opeens een vrouw aan zijn hand trok en hem iets zei. Hier laat ik je even een stukje van zien. Hey. 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 Hey.
Ik weet niet wat de vrouw tegen hem zei, maar de paus moest later zijn excuses aanbieden omdat hij een klap gaf op de vrouw haar hand. Vind jij dat de paus goed had gereageerd of niet? Laat het me weten in de reacties. Nummer 7. In de volgende video gebeurt er wel iets heel vreemds. Een verslaggever van USA Today had zichzelf per ongeluk buitengesloten van zijn auto. Het had die dag erg veel gesneeuwd en de man had vergeten de sleutels uit de auto te halen toen hij het sneeuw van de ramen aan het weghalen was. De verslaggever moest dus even het verslag doen door het raampje van zijn auto, terwijl hij buiten in de kou stond. Gelukkig werden de autoriteiten gebeld en werd hij geholpen zodat hij weer de auto in kon. Toch is dit een beetje een beschamend moment dat zich afspeelde op live televisie. Nummer 6. Tijdens een ochtendprogramma van het KMTV 3 Nieuws komt er een bioloog die een aantal wilde dieren meenam naar de show. Hij nam ook een stinkdier mee en zoals je misschien wel weet staan dieren bekend om een afweermechanisme te hebben. Ze spuiten een stinkende vloeistof wanneer ze het gevoel hebben dat ze zich moeten verdedigen. Je kan dus misschien al wel raden wat er gebeurt tijdens dit programma. They'll shoot out a spray and it can shoot about 10. Gelukkig was het slechts een prank, want de bioloog had een klein flesje waar hij water in had gedaan. Alsnog wel een erg leuk moment, want de presentators wisten van niks. Nummer 5. Het volgende moment gebeurde tijdens de Miss Universe van 2015. Dit is namelijk een internationale misverkiezing waarin alle landen meedoen en Steve Harvey, een Amerikaanse acteur en komiek, moest de finale presenteren. Toen het moment er was om de winnares bekend te maken, gebeurde dit. Colombia! I have to apologize. Miss Universe 2015 is Philippine. Zoals je zag kondigde Steve aan dat Colombia had gewonnen, maar hij had een fout gemaakt, want het Filipijnse model was eigenlijk de winnares. Dit was een beschamend moment voor Miss Colombia en natuurlijk ook voor Steve die live van meer dan 6 miljoen mensen de fout beging. Nummer 4. Tijdens een live televisieprogramma waren er een hoop bekende mensen uit Portugal uitgenodigd om mee te doen aan een spelshow. Op een gegeven moment wordt een model en Braziliaans tv-presentator genaamd Helen Gasseroli uitgedaagd om haar rok af te doen. Dit doet ze uiteindelijk achter haar desk waarna het hele publiek loopt te gillen. Met een aantal papieren blaadjes voor zich durft ze uiteindelijk op te staan. Wat hier uiteindelijk de bedoeling van was, kon ik helaas niet achterhalen. Nummer 3. Tijdens een live nieuwsuitzending werd er aan de kijkers gevraagd om op te letten op een man die zojuist de winkel had beroofd. Ze hadden een schets van de man gemaakt hoe de man er mogelijk uit zou kunnen zien. Okay. This is the guy. De schets ziet er ontzettend grappig uit en het is erg knap hoe de nieuwspresentator hierdoor niet in de lach schiet. Het grappige aan dit gebeuren is dat het later duidelijk wordt dat de man opgepakt is dankzij deze schets. Nummer 2. Een nieuwsuitzending in Vietnam gaat niet helemaal goed nadat een man een vraag wil beantwoorden en zijn telefoon opeens afgaat. In plaats van dat hij zijn telefoon uitzet, doet hij dit. Kijk maar even. Ba. In plaats van dat hij zijn telefoon gewoon uitzet, gooit hij hem zo snel mogelijk weg. Hoe de vrouwelijke presentator haar lach in weet te houden is erg knap naar mijn mening. En ik vraag me af of zijn telefoon stuk was of niet. Nummer 1. Kanye West is een wereldberoemde rapper, ondernemer en modeontwerper met zijn succesvolle kledinglijn Yeezy. In 2009 waren de MTV Music Awards en toen Taylor Swift een award had gewonnen voor beste muziekvideo, kon Kanye het podium opgelopen. Yo Taylor, I'm really happy for you, I'm let you finish, but Beyoncé had one of the best videos of all time. Volgens Kanye zou Beyoncé degene moeten zijn die deze prijs had moeten winnen met haar nummer Single Ladies. Nadat Beyoncé een andere prijs had gewonnen, liet ze Taylor Swift alsnog haar moment hebben. Weet jij nog meer ongelofelijke of grappige momenten die zijn gebeurd op live televisie? Laat het me weten in de reacties. Als je het een leuke video vond, doe dan even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien die ik heb gemaakt? Klik er een aan op het scherm of neem een kijkje op het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.